Zo allemaal, hallo allemaal, welkom in mijn keuken. Ik ben een wasje aan het draaien en het is al avond, Melanie slaapt. En ik kreeg een aantal reacties van overblijfmoeders, maar ook een aantal vrouwen van volksdansen. En ik denk vrouwen in het algemeen wel, die wel eens opmerkingen maken over duckface-foto's. En ik krijg vaak de opmerking van, goh joh, je hebt zo'n mooie duckface-foto's, hoe doe je dat? Dus ik dacht, nou misschien wel leuk om daar een videootje over te maken. Dus vandaar deze uitleg over hoe ik mijn perfecte duckface foto maak. Nou, wat je doet, je hebt sowieso een camera nodig, een webcam of een fotocamera om uiteindelijk je fotootje te schieten. Maar je hebt natuurlijk ook mooie lippen nodig. Ik zou ze eerst even goed in de lipgloss zetten, sowieso moet je er een beetje leuk uitzien. Ik ben een natural beauty, dus ik heb dat allemaal niet nodig. Als je dat ook bent, skip die stap. En dan gaan we meteen beginnen met het belangrijkste, namelijk de duckface. Ligt het accent op de lippen. En die gaan we eerst even losmaken. Dus je doet even van de zijkant zo. Zo, even los. Als een paard doe je een beetje. Zo, eens even die lippen los. En nu gaan we een beetje zachtjes opkomen met moet je kijken, dit. En dan opeens, als je echt niet meer verder kan, dan hou je vast, hè. Dus losmaken. Vast. Jongens. Foto. Dus vast, finish, foto. En dan heb je de perfecte duckface foto en die kun je dan leuk op je profielen plaatsen. En mannen vinden dat heel sexy altijd als we er zo op staan en ik krijg ook heel veel complimenten erover. Nou, ik hoop dat je iets aan deze tip gehad hebt, hoe jij een duckface foto maakt. En ik hoop dat de volgende keer ik ga mijn was even ophangen. Hoi!